Op het tredde dij van het IFK Scootjesielen is het misschien eens goed even te zien. De meesten weet ik wel wat wraak van verwachten. Joert op de wedstrijd op de Heegwer. Maar Siep Meijer bij Geliks, die liet het misschien na je zeil nog wat aanwitten. Jeroen de Vos had ik nog net alles in streken. Zat er dat wel jij aan had. Hij had toch ik kampioen van de IFK West. En dan Jacob Huisman. Ja, daar hebben we toch zeker wat van verwacht. Je leest in het klassement. Dat stiert hem eigenlijk net. Maar de televisie die stiert hem wel. Of misschien maar wat verwacht je van Tony Brundel. Hij had zijn oude tuigje erop en hij ken je wel wat. Hij oefent altijd op de Heegwer, maar de man uit de Gasmer. Een Heegwer, maar vol boordjes. Prachtig, wat een publiek, wat een smieten volk. Wat zie je te zien naar een route die onder de wien opgang naar de wal zijn er wal. En dan, waarom zaten we nou wend binnen, staan op een delroute. En dan mij je onderin weer van 12 ton kiezen welke kant dat je uitgene naar de bopperste wal, waarom. En er weer een mooi aantal routjes uitlijn. Dan komt de start. En dan is de Jacob Huisman onderin. En die is het tichtste bij, want ze gingen al een valse start. Hoor. Dus ze winnen eigenlijk wat zuurtjeachtig wachten. Allier wat oud, lijn wat te volle van de lijn oud. Maar Jacob Huisman die tocht bij de onderste tonnen. Daar moet ik wijzen, daar zit ruimte. En daar winnen meer favorieten. De jongens van Los hier en daar. En Sibu Siesling zie het Erik. En de man van Jester Marik. Een hele mooie start weer. Maar dan kan je, na de start, verwacht je dat er het in en oor gebeuren kan in zo'n drokveld dat er lavière worden kan. En het zit bij Ilke Dijkstra en bij Henk Rechts. En Ilke Dijkstra had de voorrang, want die leidt op bakboord. Henk Rechts draait te let. Zo let dat Ilke Dijkstra werd door de wien maat. En het merkwaardige is dat Ilke Dijkstra geen protestvlaggen loopt. Hij kan dat wel uitlezen. Wat is dan de man die het voorop leidt? Dat is Jacob Huisman. We zijn het al. Goed uit de start kwam. Hij komt ik als eerste om de tonnen. En daarachter komt Jelle Talsma die het oer de oren kant bezocht had. Maar net echt dichter bij Jacob Huisman kwam is. En dan komt de rest van die vloot van al je skippen. Trollen kwam heen. Het griebelen der al je in elkaar om. En favoriet Los kon net bij de tonnen komen. Weer te leeg en moest een slagje in de rondte muitje. En dan dat prachtige beeld van de wien. Van de ene kant en nu van de andere kant. Op wij naar die ton bij Heeg. De eerste twee man wie een fort intussen, dat bleu ik sa. Maar daarachter weer het heel spannend. Walter de Vries, die kwam terug op het tredde plakje. En daarachteraan kwam pas weer Henk Rechts. Dan komt Sibo Siesling. En dan komen alle oren er verder op achteraan. En dan moest je vader Wien weer naar Heegta. En dat wie een alderverschrikkelijkst eindje. De fok maar goed in de gaten naar. Waar komt de Wien nou bij? En dan in één keer de kreet van achteren. Het zeil maat oer hier bij Jelle Talsma. En dan wordt er drok arbeiden op die scootjes. Dat zal ik hem vertellen. Het holp hem neer. Hij bleef voorlopig twadden. Want Jacob Huisman die bleef baas. En zo gingen de oren nek van de wien. Op wij naar die tonnen. En dan weer onder de wien op. En dan krijgen ze nog een vlaagje. En de raderoek van Michiel Kalsbeek. Die kregen in de tredde ronde een prachtige vlaag. En hij kwam in de buurt van de beide eerste man. Sterker, hij is helaas nog wat oorzien litten. Maar wij moesten eerst zijn naar Jelle Talsma en naar Jacob Huisman. Want Jacob Huisman draaide wat aan de letterkant. Maar ja, die ziet bij de tonnen. Hij wilde begraad tussen komen. Nou ja, en Jelle Talsma had even met de haan hoe zijn hartstrits. Moest wel wat omheen horen. Maar koert uiteindelijk wel goed vielen met Jacob Huisman. En dus gingen de beide mannen nog steeds als 1 en 2 om de tonnen. Maar Michiel Kalsbeek die zit er al dichtbij. En ik Walter de Vries die komt weer dichterbij. Michiel Kalsbeek zat dichtbij komen dat Jelle Talsma twee keer draaien moest. Hij zei het te let dat Michiel Kalsbeek er al wie. En dat betekende dat Michiel Kalsbeek opstomen koer naar de tweede positie. En ik daarachter, wie er altijd vol op street. Je maakt Sibo Siesling achter Walter de Vries los. En kan nog krek van Henk Rechts los komen. En dan komt het ik weer goed. Maar het zal de hulle wedstrijd een klauwen bluwen om je plakje te behouden of zelfs maar in te winnen. Het wie een geweldige street, Joert, op de Heegwer. Maar onder mij het allerlaatste. De finish om het eerste plak. Het gong tussen Jacob Huisman en Jelle Talsma. Maar Jacob Huisman, hij redde het krek op. Het ging me gewoon goed. Ik wil dat het slecht gaat en doen we hetzelfde. Maar je redt er niet bij. Je start nog goed, dan zit je vooraan.
Wat je achteraan staat, dan komen er 1, 2, 3 ook niet erheen. Nee, maar dan had je de hele wedstrijd te krijgen met Jelle Talsma en dat is net eenvoudig. Nee, die beter is mij. Zo is het ook nog een keer. Ja, maar ja, Dola is voor. Ja. Ja. Oh ja, ja. Maar dat jouw toch wel een lekker gevoel, dat zo'n wedstrijd ik zielig is? Ja, natuurlijk, maar ik wil dat heb ik al vaker gedaan. Ik wil vaker eerst, ik wil dat gevoel, dat ken je wel. En ik zit er helemaal niet over in dat ik niet winnen kan. Ik hoorde vorige week, verliezen is niet erg, maar niet winnen kunnen, dat is veel erger. En dat weer de winnaar Jacob Huisman, Farjelle Talsme en Michiel Kalsbeek. En dan komt de rest van het echelon binnen. Nou, Henk Rechts komt daar achteraan. Dan komt Walter de Vries. Dan komt Tony Brundel naar voren scoot. Dan komt Henk de Keizer, ik naar voren scoot. En dan komt pas Sibo Siesling. Achterin de gebroeders Los, Ken het naar voren komen. En Hulndal achterin, Elke Dijkstra. Maar dat mag er zelf maar vertellen. Dan krijgen we nou eerst de uitslag. Jacob Huisman is eerste, dan Jelle Talsma, Michiel Kalsbeek, Tredde, Fjouwer, Henk Rechts, Vief, Walter de Vries, dan Tom Brundel op een zesde plak, Henk Keizer, Sonde, achtste Sibo Siesling, Jeroen de Vos op een njoggende plak, Delmelost, Sien, Sietemeter Olven, Elke Dijkstra, Tolve, Peter de Koetretjen, Siep Meijer, Viertjen, Martin Vlasbloem, Vijfjende en Gele Tarema op een zegtjende plak. Krijgen we het klassement. Jelle Talsma nummer 1, maar 6,9 punten. Denno 4 punten tussen, maar Sibo Siesling, Alwekommen Jochen, Delmelos dus op een tredde plak, maar 14 punten. Walter de Vries derachter, maar 18. We gaan even naar onderen. Michiel Kalsbeek, Tom Brundel, Henk Rechts, Sietemeter, Jeroen de Vos op een njoggende plak met 28 punten. Vlak daarachter de winnaar verjoerd, Jacob Huisman met 28,9. Dan Henk Keizer, Peter de Koe, Siep Meijer, Martin Vlasbloem, Gele Tarema en als laatste Elke Dijkstra.